wat ga jij doen met de scène van een middelbare leeftijd crooner? Eruit halen. Terwijl we op dit moment genieten van de tentoonstelling van Tina Turner hier in Utrecht, zouden we bijna vergeten dat we vanochtend ook iets leuks hebben gehad. Namelijk een ontmoeting met de cast van Grease. We zijn bij de testpresentatie van Grease, want ik ga de rol van Kenneke spelen. Dat is vergeleken met Aladdin. Nou, een beetje in de lijn wel. Een beetje ondeugend. Een beetje ondeugend. Hij is iets brutaler. Hij is ietsje waar Aladdin zeg maar heel erg snel en dit is. Dan is Kenneke iets wat lomper. Ja. Die is meer zo van, joh gast, doe normaal. Weet je, dat idee. Ja. Terwijl Aladdin een beetje braaf blijft, begaat Kenneke toch wel een foutje of twee. Dat klopt, ja. Ja, hij maakt inderdaad één flink foutje in de voorstelling. Ja. Maar dat werkt zich allemaal weer uit, hoor. Je bent nu in de fase terechtgekomen terugkeert naar een productie. Hoe voelt dat? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Omdat het gewoon, dat is wel waar ik mee bezig ben. Dat is gewoon zo. Vlak voordat we beginnen word ik 40. En ik heb helemaal geen moeite met leeftijd. Ik vind het heel erg leuk om ouder te worden. Maar je gaat je beseffen dat ook in de audities die je nu aan het doen bent. Dat het om andere rollen gaat. Ik vind dat wel leuk. Het is een beetje een gekkige leeftijd. Hè? Meestal zoals je dan weer net iets ouder bent, dan komen weer hele andere soort rollen bij kijken. Maar dit zit wel zo die tussentijd. Dat is wel een leuk onderzoek van wat is daar. En de rollen die ik dan nu ga doen, daar zit wel dat onderzoek. Wat kan je daarvan maken? Maar het is absoluut waar. En ik moet zeggen dat ik het heel leuk vind om met die jonge coaches gewoon op pad te gaan. Het wordt wel een hele mooie periode. Ik heb er vooral heel veel zin in. Ook zin om weer lekker door te gaan met iets nieuws. Qua voorbereiding was dit eigenlijk een soort van verlengde. Ik heb bij Aladdin weer heel veel geleerd over verfijning van het spel zingen op een bepaalde manier, nummers brengen. En het is met Kenneke pak ik hem gewoon weer door. Dus we gaan verder. We gaan niet, we gaan weer iets anders doen natuurlijk, maar we gaan ook verder. Je stapt nu over van falsetto's, hele indringende rol, naar Vin Fontaine. Ja. Wat is dat voor een overstap? Nou, dat is nogal een overstap, hè? Nou, het blijft natuurlijk altijd bij mij wel grappig dat ik van de ene kant naar de andere kant vlieg. Ja. Ik kan absoluut wel zeggen dat Grease, zeg maar, inhoudelijk gezien natuurlijk iets heel anders is dan Falsetto's. En dat ik daar ook wel over heb nagedacht. Ik ben ook wel iemand die belangrijk vindt van wat we vertellen. Dus ik heb daar ook een uitgebreid gesprek met C.V. Hermans, de regisseur, over gehad. Van ja, luister, Grease en er zitten wel wat thema's in dat je ook wel je vraagtekens bij kan stellen. En hoe gaan we daarmee doen? We gaan absoluut de nostalgie bewaken, maar er zijn wel elementen die echt veranderd gaan worden. Waaronder het feit dat Vince Fontaine echt niet met een middelbaar schoolmeisje in een hoek kan gaan. Dat kan gewoon niet. Die vraag krijg jij heel vaak gesteld de komende maanden. Ja, en dat vind ik ook een goede vraag. En wij gaan daar dus ook wat aan doen. We gaan het nog erger maken. Nee. Maar we gaan daar natuurlijk rekening mee houden. En ook wel, ik hoop ook wel dat we er ook wel op een bepaalde manier mee bewust van zijn. Dat er ook wel iets mee wordt verteld. Want je kan het ook gewoon negeren. Maar er zijn ook gewoon situaties die spelen. Dus je moet ook niet helemaal weglopen voor wat er ook is. En waar je ook juist weer een bewustwording van kan creëren. Maar in dit geval zijn dit wel elementen. Ja, dat gaat niet meer gebeuren. Meteen maar met de deur in huis vallen. Want gisteren hadden ze het er ook al over in praatshows. Wat ga jij doen met een middelbare leeftijd crooner en een 17-jarig meisje? Sorry, nog één keer. Wat ga jij doen met de scène van een middelbare leeftijd crooner? Eruit halen. Je gaat hem eruit halen? Nee, weet ik niet. Maar ik ga daar wel serieus naar kijken. Die ligt natuurlijk wel op de tafel. Dat moet je bespreken. Ja, ik heb het idee dat jullie op eieren lopen. Want heel Grease, hebben we al een half jaar geleden samen geconcludeerd, is vrouwonvriendelijk geweest in de jaren 70. Nou, dat was jouw conclusie, hè, Frans? Oh, jij vond het een opsteker voor alle pink ladies? Nee, ik ben het er volstrekt mee eens dat je er iets van moet maken wat vandaag zinnig en goed is. En ik denk de scènes inderdaad die jij beschrijft, hè, tussen de middelbare leeftijd crooner en het 17-jarige meisje.
ik vraag me ook af of die van essentieel belang is. Ik denk dat die niet nodig is om Grease te vertellen vandaag. Dus ja, natuurlijk moet je goed nadenken. En ik heb bijvoorbeeld een versie in Engeland gezien waar ze hem ook eruit hebben gaan. Daar hebben ze de crooner heel erg naar Miss Lynch toe verplaatst. Dan wordt het dat die leuk staan te dansen met elkaar. Dus er zijn echt wel wat opties en mogelijkheden, hoor. Ja, je ziet er weer stunning uit. Nou, lief, dankjewel. Ga je er ook zo uitzien in Grease? Nou, ik mag het hopen. Ja, nee, ik heb geen idee, maar ik denk het wel. Ja, Rizzo is toch een beetje op de uiterlijk gefixeerd natuurlijk. Ja, ja. Rizzo is natuurlijk een wat kleinere rol, maar je hebt wel het, voor mij, het mooiste nummer. Ja, dat hoor ik vaker, dat mensen dat vinden. Het is dat ene moment, nog niet eens 3 minuten, maar... Ja, nou ja, ze zingt ook Sandra Dee natuurlijk en ze heeft nog een paar nummers, maar, of nog een paar stukjes. Maar ik denk dat het komt omdat Rizzo de hele tijd vrij hard is. Dus de hele tijd denk je, oh, wat een bitch of wat een stoere meid. En daaronder vind je eigenlijk dat ze helemaal niet zo'n stoere meid, maar dat ze een klein hartje heeft. Ja. En ik denk dat het nummer daarom extra aankomt bij mensen, want ik hoor het vaker vandaag. Ja. We hebben het over There Are Worst Things I... Could do. Ja. Ik weet niet wat het in het Nederlands is. Heb je dat lied moeten zingen voor je auditie? Uiteraard. Aha. Uiteraard. Hoe ben je daarin gestapt? Ja, in het Nederlands heet hij Het zou erger kunnen zijn. Oh ja. En nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik deze rol en deze film zo goed ken, dat ik dit uit mijn hoofd kende al. Ik heb het op school ook vaak gezongen. En... Basiskennis. Basiskennis, ja. Ik ken deze hele show gewoon en ik kende de rol goed. Dus hoe ik me voorbereid? Natuurlijk even een aantal keer gezongen en even naar het gevoel van, oké, wat is er aan de hand? Want zij is gewoon op dat moment zwanger, hè? En daar zit ze heel erg mee. Maar daarover praten, dat is het ergste wat ze zou kunnen doen. Dus ik heb dat gevoel bij mezelf opgezocht. En ook, ik hou haar sowieso een beetje dicht bij mezelf. Ben ik van plan om een beetje iets van mezelf erin te gaan zetten in de rol. En dat heb ik naar buiten gebracht. Maar in de scène is ook vrij een beetje humor toegepast zelfs ook. Dus vrij dicht bij mezelf gehouden. 10 jaar geleden, misschien wel langer, hebben we elkaar gesproken. Was jij Mary Delgado in Jersey Boys. Een... gepokte en gemazelde vrouw met een drankprobleem ook nog. Wie ben je nu in Grease? Nou, alles behalve dat, waarschijnlijk, ja. Nee, ik ben Sween, dus ik mag lekker allerlei verschillende dingetjes gaan doen. Daarnaast ben ik ook dance captain, samen met Sven. Net als nu bij Aladdin, dus dat is heel erg leuk. We mogen weer een beetje de verantwoordelijkheid voor de dans op ons nemen. Je bent dance captain, ik neem aan dat er ook een choreograaf is. Ja. Erven jullie na de première gewoon het grote dansboek van de choreograaf? Ja, dat is mooi gezegd, ja. Ja, het is echt onze taak om zeg maar, de voorstelling netjes te houden en in shape en dat alles clean klopt. Zeggen jullie clean, dan. Ja. Ja, we moeten alles clean houden. En ook zorgen dat als er understudies opgaan, dat ze weten wat ze moeten doen. Als er misschien een keertje iemand onverwacht mist en we een mannetje te weinig hebben, dat het er allemaal nog goed uitziet voor het publiek. Dus dat is eigenlijk onze taak. Dus wij hebben niks te maken met de choreografie, dat doet Daan gewoon lekker. En ik ben heel blij dat we met Daan mogen werken, want hij is fantastisch. En hoe krijg je die baan? Val je gewoon op? Ellebogen? Nou, nee, absoluut niet. Nee, het is natuurlijk, ik heb mezelf nu gewoon al een tijdje aan het werk. En op een gegeven moment merk je dat je toch interesse krijgt in iets meer doen misschien. Of iets meer verantwoordelijkheid. En dat is inderdaad gewoon... Ja, ik ben toen met Frank ben ik assistent geweest bij Anastasia van Burskens. Ja, die was daar dance captain. En daar heb ik een beetje mee kunnen kijken hoe het allemaal werkt. En zo ja, rol je daar dan misschien toch een beetje in. Ja, het is vooral... Ik neem aan dat je ook overtuigingskracht moet hebben. Want je hebt het tegen je collega's. Ja, dat is heel gek. Je staat er wel een beetje tussenin. Want je bent natuurlijk aan de ene kant deel van de groep. Aan de andere kant moet je soms... Een spagaat eventjes... misschien. Ja, zeker een spagaat. Maar iedereen weet ook gewoon hoe het werkt en hoe onze positie is. Dus dat is eigenlijk geen probleem. Gino, hallo, hoe vaak heb ik jou gezien in Aladdin? Ik weet niet, hoe vaak ben je geweest? Nou, wel heel veel, Ik denk alle keren, denk ik. Nee. En toevallig heb ik jou ook altijd gezien in de voorstelling. Ja, maar wel verschillende plekken, toch? Ja, zeker. Hoe moe ben jij? Nou, het valt eigenlijk wel mee. Ik vind dat zo lekker doorgaan 8 shows bevalt me eigenlijk wel goed. En de show is nog steeds wel leuk om te doen, dus dat is heel fijn. Bouw je die conditie op? Nou, ik denk dat het vanuit de opleiding wel al er was. We hebben natuurlijk wel corona gehad, dus toen ben ik voor de repetitie wel nog even gaan trainen. Maar zo blijft het wel
lekker bezig met Grease. Gaat die conditie denk ik wel blijven met alle dansen en al. Ja. Welke musical versie van Grease heb je het eerst gezien? Nou, ik heb dus de versie met Jim en Bettina heb ik gezien met mijn ouders. En ik moet zeggen, ik heb de vorige versie niet gezien met Fayen. Dus ik heb eigenlijk alleen een soort van vage herinnering. Ja. Ik weet nog dat ze in die auto zaten met Jim en Bettina. Dus die herinnering heb ik eigenlijk. En wat dacht je toen je die musical zag? Nou, toen ik die musical zag, dacht ik, ja, ik was wel een beetje verliefd op musical, had wat meer musicals zien, maar met die musical ook dacht ik, ja, ik wil echt het musical vak en daar wil ik later ook staan, dat toneel. Ja. En hoe gaat het gebeuren? Zag je, ja, precies, maar zag je jezelf toen al daartussen in die middelbare school? Nou, ik denk het wel, want het is natuurlijk, ja, ik zat toen nog niet op de middelbare school toen die show er was, maar je gaat natuurlijk zelf naar de middelbare school en dan komt het ook weer terug en ook op je opleiding ga je dingetjes van Grease doen, dus dat... Daar denk je dan wel aan. Joanne Rosal. Joanne! Yes. Ik ken jou niet, stel je eens voor. Nou, mijn naam is Joanne en ik studeer aan de Toneelschool en Kleinkunstacademie op dit moment. En ja, ik ga in Grease spelen als Marty. Marty? Marty. Jij volgt René de Gruil op. Yes, zeker, ja. Jij bent dus een pink lady en wat is er verder met Marty aan de hand? Nou, wat leuk is aan Marty, zij heeft verschillende penvrienden over de hele wereld eigenlijk, met wie ze schrijft. Van wie ze ook cadeautjes krijgt en dat is iets wat haar typeert. En verder is ze te zien als een best wel sophisticated young lady, zal ik zeggen. Elise, vertel even wie Chacha is. Chacha is een, de danseres. Zij komt voor op het einde bij de prom. En die gaat dan een hele hysterische dans met Danny, als het goed is, doen. Ja. Wat is je carrière verleden? Nou, Aladdin is eigenlijk mijn eerste productie, net uit school. En dit is dan mijn tweede. En dan heb ik gelijk zo'n leuk bijrol gekregen. Ja, superleuk. Boom! Ja. Ook uit Aladdin. Ja. Zie ik het nou goed? Zie ik het halve ensemble van Aladdin verhuizen naar Rydell High? Ja, wel echt heel veel mensen. Volgens mij zijn we in totaal met z'n zevenen. Ja. Dat we allemaal nu van Aladdin naar Grease gaan. Dus dat is wel echt gezellig. Zijn jullie al groep gaan auditeren? Of kwamen jullie daar bij de audities achter van, hé, jij ook? Nee, we wisten wel dat we met z'n allen gingen auditeren. Maar ja, je kan natuurlijk niet verwachten dat we met z'n allen ook in de show komen. Dus dat is wel heel leuk dat we met z'n allen. Moeten jullie toch iets goed hebben gedaan bij Aladdin? Ja, maar misschien is het toch een beetje het groepsgevoel dat we toch met elkaar hebben. Dat we daar ook bij de auditie gewoon een soort van gezellig met elkaar waren. Dat het misschien heeft wel geholpen. Inmiddels ben je een beroemdheid geworden. Ja. Hoe voelt dat? Ik kan me nog herinneren dat ik je bij The Lion King uit het ensemble plukte. Klopt, ja. Nee, het is, ik voel mezelf niet echt een beroemdheid. Maar het is wel, de waardering is allemaal heel fijn. En als ik dan elke dag in zo'n mooie auto zoals net mag rijden, dat zou ik helemaal niet verkeerd vinden.